Grutskwarte Art International in februari 2012 presenteerde als de opvolger van Ron Jans. Maar na twee seizoenen eindigt de gewerking tussen de coach en de vensters. De verrassing oerheerskert op het stadion. Toen ik gisteren het bericht kreeg definitief van zijn zaakwaarnemer Perry van Overheem, was ik inderdaad verrast. Heb je enig idee, want de reden is dan het gevoel is net goed, maar heb je enig idee waarom zijn gevoel net goed is? Nee, daar zou je aan Marco moeten vragen. Het gevoel spreekt voor zich in dit geval, voor Marco dan. En dat zijn persoonlijke opvattingen en daar hebben we het mee te doen. Dat moeten we respecteren en dat is helaas zo. Verrast het daar eigenlijk? Ja, enigszins wel, want ik had twee maanden geleden of zo hoorden we dat hij waarschijnlijk ging bijtekenen. Dus ik had eigenlijk wel verwacht dat hij zou bijtekenen, maar we hebben tijdens de lunch kregen we te horen dat het niet doorging. Die is correct. Ja, zo net. En Hans Vonk had het even had het gemeld bij ons. Ik vind het wel jammer. Ik heb mijn debuut gemaakt onder Van Basten. Veel van hem geleerd, dus ik vind het wel jammer dat hij niet blijft. Wat vies ervan dat hij net rogeert? Ja, persoonlijk op zich wel jammer, want ik heb door hem wel veel vertrouwen gekregen en heb ik bijna alle wedstrijden gespeeld. Dus in dat opzicht is het wel jammer voor mij. In Portugal op het trainingskamp had adviseur Riemen van der Velde te jaren met Foppe de Haan een parteerhoorn met Van Basten. Doe wie er nog het gevoel dat het wel goed komen zou? Ik heb begrepen dat er ook dat is dat het einde van de maand in principe probeert weer een soort om uit te ronden. Nou ja, als Van Basten dan even net meer het goede gevoel had, of even, ik zei het goede gevoel net, de reden is mij onbekend, dan kan ik me voorstellen dat hij zei van, nou, dat mag we net verder en het goede gevoel net bij mij stoppen. Vind je het spietig dat hij volgeert? Vind je het jammer? Wij hebben de gesprekken die we afgelopen tijd hebben gevoerd, was met de intentie inderdaad om zijn contract te verlengen. Nou goed, dan is het te betreuren dat het niet gelukt is.